Groei vergt aandacht. Vernieuwing vergt planning. De toekomst bereik je samen. ZLTO staat voor Samen Vernieuwend Boeren. Kijk mee hoe onze leden dat in de praktijk brengen. Ik ben Mari van Drunen, melkveehouwer hier in Drunen. Ik heb samen dit bedrijf met mijn vrouw, een VOF. Ik heb een 105 melkkoeien met bijbehorend jongvee en een 35 hectare grond om het bedrijf. Wij zijn een van de eerste die een MB-vergunning hebben gekregen. Dat was ook nodig. We zitten hier dicht tegen de Loonse en Drunense duinen aan. Dus we stoten op de Natura 2000 gebied nogal wat ammoniak uit. En dan moet je een MB-vergunning hebben. In 2015 attendeerde Paul dan dat de pas eraan kwam en dat we dan nog konden uitbreiden met maximaal 3 mol. Ja, bij de provincie moest er aangevraagd worden. En dat heeft hij ook echt 5/12 in juli 2015 weggestuurd. En zodoende waren wij een van de eerste die de vergunning kregen. Het is tegenwoordig moeilijk om alles bij te houden. Ik ben blij dat de ZLTO daar goede specialisten voor in huis hebben. Die daar mijn toch wel door die moeilijke wegen heen kan leiden. Sommige boeren die weten niet dat het bijvoorbeeld een MB-vergunning moeten hebben. Dat is aan de ZLTO toch wel om dat toch wel kenbaar te maken. Nou, het is heel mooi dat Paul daar mij op attendeerde. Nu ben ik klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon vooruit. Dat moet ook.